Ja, we gaan even kijken op welke manier we dit het beste kunnen verpakken. Want we hebben de flacon nog niet eerder ontvangen. Dus we hebben nu twee verpakkingsmethodes die we kunnen gebruiken. We moeten het verdelen naar de andere ziekenhuizen. Ik ben nu aan het vaccin begonnen en het gereed maken voor het toedienen. We hebben een bepaalde batch vaccins gekregen. Daar zijn we ontzettend blij mee als ziekenhuizen. En daar hebben we dus een keuze moeten maken voor al dat personeel wat langdurig en in de vaste teams zit. Maar er werken natuurlijk veel meer mensen incidenteel of vallen in diensten in. Die kunnen we nu niet vaccineren. En die zouden we wel heel graag vaccineren. Ik ben heel blij dat ik gevaccineerd word. Ja, heel blij. Het is echt tijd. Ja, heel bijzonder om mee te maken. Sowieso voel ik me wel heel erg vereerd dat ik als eerste hier mag zijn. Ja, we gaan gewoon weer verder. Ja, en dan op naar de horizon, dat minder COVID-patiënt. Ik maak me ook echt wel heel erg zorgen en vooral omdat we ook gewoon zien dat heel veel personeel de afgelopen tijd is uitgevallen. Ook bij onze tekortafdeling, op de intensive care en op andere verpleegafdelingen. Dus ik ben gewoon echt heel blij dat dit ook vandaag heeft kunnen plaatsvinden en dat wij ons hiervoor hebben kunnen inzetten met elkaar.